Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Orcs Must Die 2. Vandaag spelen we de Precipes. Precipes. I don't know hoe je het uitspreekt. Precipes of zo. Precipes. I really don't know. In ieder geval, ik zie nu al dat ik twee Orc portals zie die uit de lucht komen. Dus dat wordt ten eerste echt super leuk. Daarnaast, hoe kom ik daar? Even kijken. Oh, gewoon zo. Lol. En dan zit er nog eentje hier zo. Nou, dan moeten we natuurlijk oppassen, want ze komen nu eerst daaruit en daaruit. Nou, daar komt dus sowieso alleen maar air uit. En ze moeten daar naartoe. En daar is er zelf ook nog één. Wauw, wauw, holy guacamole. Dit wordt nog wel, best wel moeilijk. Maar, omdat we natuurlijk die upgrade hadden, kunnen we als goed is dit ook op de ceiling plaatsen. Wat natuurlijk super chill is tegen air. Dus, wat ik eigenlijk eerst wil doen, is 1 en 2 en 3 hier neerzetten. Want dan worden ze sowieso hier gehit door air. Dan worden ze sowieso gehit door air. Dus dat is wel nice. Niet door air. Ze worden gehit. Deze dingen hitten de air. Dat wil ik zeggen. Dan leg ik die ook maar gewoon zo neer. Want ik vind deze wel super sterk. Gewoon, een heel leuk vormpje heb ik neergezet. 9 waves, ik ben benieuwd. Ze komen eerst, even kijken. Nou, hier komen ze sowieso langs. Dus dat is in principe geen probleem. Maar ik ben toch wel bang voor die air, om zo te zeggen. Ik zie die air nu al komen. Dus het beste is dat ik even daar mijn aandacht aan ga steden. Want ik wil natuurlijk niet dat mijn air of dat. Oké, dus dat was een foutje. Ineens kwam Java langs en die zei van, yo, wil je me updaten? En ik zei van natuurlijk, nee, ik zit op te nemen. Ga weg. Maar ja, dus daarom was die knipper. Knipper, knippertje. En hier plaats ik wel even een stom. Dat ik natuurlijk hier even al mijn aandacht aan kan steden. Of ze komen. Ik denk niet dat ze komen. Oh, 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 oh. Bam. Oh, die was mis. Hoppakee. En jongens, jullie vonden de afleveringen, vinden jullie leuk. Dus ik vind het fucking leuk ook om te doen. Ik bedoel, het is net even wat anders dan Minecraft. En ik vind het hartstikke leuk. Oh, een nieuwe Rift is opening. Oh, nu de andere kant. Dus ik zou zeggen, doe vast wel een groen duimpje en zet maar een reactie neer hoe graag jij meer Orcs Must Die wil hebben. Want er zijn ook nog 3 andere expansion packs. Dus dat betekent dat er uitbreidingen zijn van Orcs Must Die. Dus als jullie dat ook graag willen zien, zet maar even een reactie neer. Want ik vind het wel hartstikke leuk om te doen. Even kijken, hier plaats ik een storm, dat ik al mijn aandacht even hier dus aan kan steden. Want het is natuurlijk wel even belangrijk dat ik die air gewoon verwijder van het spel. Hoppakee, dat is eentje. En dat is 2. Hoppakee. Altijd goed mikken. Want als ik mis, dan moet ik weer echt 10 minuten wachten totdat mijn mana er weer bij is. En dat is ook weer overdreven, maar ja. Oh, dan komen deze vreselijke kobolds. Nou, die one-shotten we. Hoppakee. Nee. Oh, jij wordt geraakt door een minecart. Voilà. En jij nog erachteraan. Zo. En dat was het. Nee, er komen hier nog een paar mensen. Woep. En ze zijn allemaal dood. Wauw, ik heb toch wel een OP-combinatie, vind ik. Met die ring en deze mace. Is super chill. Oh, dat is een iets sterkere. Hoppakee, dan doen we even een whirlwind erachteraan. Al dat bloed, jongens. Oh my god. Al het bloed van die orks. Get owned. Tweede wave al. En dan is na deze alweer de derde wave. Gaat lekker snel weer. Hoppakee. Nou, blijf ze maar komen. Jullie kunnen wel stoppen, hoor. Want ik kill jullie toch allemaal in één klap. Zo. Oh, waarom sla je niet? Hoppakee, kom op. Ik spam echt letterlijk mijn linker muisknop. Ik wil ze allemaal gewoon dood hebben. Get owned. En jij ook nog. En jij ook nog. Nice. Jij ook nog. Blijven ze maar komen. Ik vind het niet erg hoor. Ik krijg er mijn geld van. Dus ja, ik vind het niet zo super erg. Oké, dus. Laten we een paar van deze spring dingetjes gaan maken. Dat is als ze hier komen. Dat ze gewoon meteen naar beneden flikkeren. Oh, ik ben zo evil, hè. En dat wil ik daar eigenlijk ook gaan maken. Dat wil ik dan hier. Dat wil ik hier gaan hebben. Dat is als ze hier lopen, dat ze meteen naar achter worden geduwd. Lijkt me wel handig. Oké, heel veel orks. Dan plaatsen we hier even een storm. Dan lopen we snel even naar die andere kant. Ze gaan er niet dood van, jongens. Ze gaan er niet dood. Oh, hoppakee, daar komt die minecart. En oké, dat deed wel wat damage, maar niet echt veel. Nee, ze komen er langs, denk ik. Ze komen er echt langs. Dat wil ik niet. Get owned. Hoppakee. En oh, dat zijn heel veel archers. Moeten we oppassen dat we niet gehit worden. Want die doen best wel veel damage. Hoppakee. Oké, dan komen ze nu weer van de andere kant. Godsam zeg. Ik ren maar heen en weer, joh. Ik ren alleen maar heen en weer. Oké, zullen we hier een storm plaatsen anders? Nee, wacht niet. Nee, ik ga geen storm plaatsen. Ik ga deze keer doen. Hoppakee. Dit doet ook echt super veel damage. Kunnen we health pot pakken? Hoppakee. En dan moeten we snel weer naar de andere kant rennen.
Word jij geraakt? Nee, jij wordt niet geraakt. En jij ook niet. Jammer. Die minecarts zijn wel leuk, vind ik. Oh my god, ze komen. Ze komen. Get owned. Gelukkig komt nu nog geen air. Als nu air kwam, dan was ik echt totaal gewoon fucked. Oh, ik heb een skull gepakt. Zag je dat? Ik weet niet wat dat doet. Jongens, wat doet die skull? Is dat dat ik gewoon letterlijk een extra skull erbij krijg? Of heeft dat gewoon iets speciaals? Ik hoop dat het iets speciaals heeft. Nou, skull extra is natuurlijk ook wel heel erg fijn. Hoppakee. Oké, we hebben weer even tijd om wat te bouwen. Zoals ik al zei, ik wil hier een paar van die springdingetjes. Springveertjes. Hoppakee. En kan ik die ook op de muur plakken? Nee, dat kan niet. Dat ze gewoon ineens een soort van piston gevoel krijgt. Ik plaats deze gewoon. Ik vind deze echt zo gewoon super sterk. En dan... Ja, waar nog meer? Ik wil... Daar worden ze gehit. Hier ook nog. Wat ik natuurlijk wel wou. Misschien van deze dingetjes kan ik plaatsen. Maar waar? Ze zijn ook niet zo super sterk. Ik denk dat toch gewoon deze bal dingetjes heel sterk zijn. Dus deze ga ik gewoon echt plaatsen. Deze heb ik ook echt helemaal veel geupgrade. Dus dat is wel slim om die ook heel veel te plaatsen. Oh, een ogre. Oh my god, jij bent heel sterk. Get out of my way. Oh, lord. Shit, man. Hij is echt... Oh, shit. Komt ook nog air aan. Dat is niet leuk. Weet je wat? Jullie worden wel geowned door... door mijn traps. Oké, mikken. Oké, dat is één. Nog goed mikken. Dat is twee. Hoppakee. En die zijn dood. Er komt daar ook nog een ogre aan. En ik zie daar iets liggen. En ik denk dat het een skull is weer. Oh, dat is een muntje. Oh, daar krijg je gewoon geld bij. Oh, ik dacht dat het een skull was. Maar het is blijkbaar een muntje. Uh-oh. Snel. Stomp plaatsen, want dat doet het meest damage. Kom op. Oeh. Veel damage. Heel veel damage heb ik. Nog een muntje. Nice. Die muntjes zijn heel erg fijn. Oké, jongens. Dit is nog best wel lastig, hè? Holy shit. Oh, air. Bam, dat is één. Oh my god. Ik ga ook bijna dood. Oh lord. Gelukkig komen ze er nog niet doorheen. Dat vind ik wel fijn. Oké, gaat dit goed? Dit gaat goed. Daar gaat het ook best wel goed. Chill. Oh, dit zijn heel veel archers. Oké, ik ben dood. Oh my god. Ik sprong er vanaf. Ik sprong er gewoon vanaf. Dat was echt heel erg stom. Maar ik heb in ieder geval wel full health. Dus dan kan ik er even weer tegenaan. Hoppakee, dan slaan we jou even neer. Oh my god, dat was echt niet slim dat ik vanaf sprong. Oh, mana. Hoppakee, pakken we dat mana. En dan rennen we hier even naartoe. Oh lord, dit is nog maar wave 4 en dit is al super moeilijk. Hoppakee, get owned. Nice. Oké, volgende wave incoming. Moeten we toch wel even goed nadenken. En ik denk dat ik deze spikes hier neer ga leggen. En dat ga ik gewoon om en om zo. Ik ga ze niet gelijk leggen. Die orks die lopen ook heel onregelmatig. Dus ik denk dat dit zo super handig is. Hoppakee. Dan plaatsen we dit gewoon helemaal vol. Dat ze gewoon fucking veel damage ook krijgen. Kijk, daar komen ze al, hè. En daar gaan ze, hoor. Plaatsen we deze hier en dan gaan we even snel naar de andere kant. Want hier gaan ze sowieso. Gaan ze niet doorheen, hoor. Dan gaan ze sowieso dood. Dat zijn zoveel traps. Unbelievable. Oké, deze killen we even allemaal tegelijk. En wervelwindje erachteraan. Zo, hoppakee. Pakken we even health en dan gaan we naar de andere kant. Want hier zijn ze toch blijkbaar wel doorgekomen. Nou, daar komen ze sowieso niet door, moet je zien. Boom. Oh, je komt er wel doorheen. Nee, doei. Je valt er zelf ook nog vanaf. Niet goed wijs jij. Oké. Ik denk dat ze hier nu makkelijk erdoor komen. Oh, kijk hier. Het is wel een skull. Blijkbaar was het dus wel een skull. Oké, dus ik ben niet gek. Plaatsen we hier een storm, rennen we naar de andere kant. Want daar worden ze nu geowned, zoals je ziet op mijn minimap. Die zijn er nu toch wat... Oh, pas op. Dat is een ogre. Au. Wow, die minecart verdween gewoon. Zag je dat? Kom op. Ah, nee. Ook de andere kant. Ik wou net zeggen. Oh, hij dropt een muntje. Dat is wel heel fijn. Pak dat muntje. En jullie komen hier niet doorheen. Oh, daar zie ik ook nog een muntje. Dat is wel handig om even te pakken. Extra coins. Altijd wel fijn. En... Woep! Man, melee is toch wel moeilijk. Dat je heel erg close combat zit. Vind ik toch wel lastig. In het spel. Hoppakee. En dan is hier een groene. Dat is een health pot. Super chill. Oké, next wave. En dan wil ik sowieso hier... Ik ga gewoon YOLO'en. Ik ga gewoon hier heel veel van deze dingen ook neerzetten. Dat ze hem over, of gewoon hier over moeten lopen. Want dit doet ook vet veel damage. Dus dat is ook super fijn. Oké, hier komen ze naartoe. Ik denk dat ze hier ook blijven. Ik zie ze niet ergens anders spannen. Dus ik plaats hier even een stormpie. En even Whirlwind. Oh my god. Nee. Pas op.
Oké, okay, alles gaat goed. Alles gaat nog goed. Nog wel. Oei, 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 oei. Ik moet naar de andere kant. Deze kant heeft ook aandacht nodig. Oh lord, dit is een moeilijke wave, jongen. Dit is een moeilijke wave. De andere kant gaat nu ook al door. Dit is not good. Oké, ik plaats hier een storm en ik ga deze killen. Zodat deze dood zijn, dan gaat het nog wel. Oh no, you didn't. Kom op, maak hem dood. Hoppakee. En jij nog even. En dan deze twee. Oh lord, dat zijn er heel veel. Oké, lock ze naar de traps. Lock ze naar de traps. Oké, eentje is dood. En die dropt een muntje. En jij hier ook nog achteraan. En dan moeten we deze kant even fixen. Want hier zijn er ook echt fucking veel. Nee, de andere kant. Ik ga toch maar voor de andere kant. Oké, ik ga range. Hoppakee. En de andere kant ziet er ook goed uit. Mijn traps killen die allemaal. Dus dat is ook super fijn. Hoppakee. En dan plaatsen we hier nog een stompie. Dan killen we die. En dit was het alweer. Dit was alweer wave 6. Hebben we nu even tijd? Oké, we hebben even tijd. Oké, jongens, dit is geen makkelijke missie. Dat kan ik wel zeggen. Ik ga hier toch mijn traps even afmaken. Zo. Want dan vliegen die er toch sowieso af. En dan wil ik... Ik ga hier denk ik slow neerzetten. Ik denk dat het wel gunstig is. Want dan gaan ze hier dus fucking langzaam lopen. En dan komen ze alleen maar in die traps. Wat natuurlijk super fijn is. Hetzelfde geldt voor hier. En ik denk ook aan de andere kant ga ik van die tar dingen neerleggen. Ik bedoel, dan gaan ze vet langzaam lopen. Waardoor ze meer gehit worden door die traps. En dat is natuurlijk wel slim. Kijk, hier had ik... Nee, ik heb hier helemaal geen traps meer staan. Waarom heb ik hier geen traps? Kom op. Dat is wel echt heel stom. Zo. Oké, dit is denk ik wel goed. Ik denk dat ik nu wel al klaar ben. Oké, dus let's try this. Hoppakee. Shit, dat was niet handig. Ik heb nu allemaal manen verspild terwijl de air is. Oké, deze twee killen. En jij wordt gelanceerd als het goed is. Oh nee, niet, want jij bent vet zwaar. Ik ben natuurlijk een rock golem. Oké, dan gaan we nu deze twee even killen. 1 en 2. En die was mis. Dat was niet zo super chill. En 2. Oké, nice. En jullie gaan nu sowieso dood. Moet je zien, jongen. Moet je zien hoeveel ze gehit worden. Dat is echt sick. Oké, deze. 1 en 2. En dan... Oh my god, die andere niet. Oh, maar die gaat sowieso dood. Die gaat denk ik zo... Ik wil even kijken of hij er geraakt wordt door die trap. Jij gaat sowieso dood, denk ik. Nee, niet. Hij loopt er zo voorbij. Ja, zie je? Ze worden wel gehit door die traps. Dus dat is nice. Oké, dan hitten we die even. Hoppakee. Get owned. Zo, hé. Dit is echt een hele moeilijke. Dat kan ik wel zeggen. Oh my god. Dit is echt nog maar level... Wat zal het zijn? Level 8 of zo? Oh, er zit air boven me. Maar deze moet ik killen. Want anders komen ze er doorheen. No, you didn't. Woep. En hier zijn er ook nog echt fucking veel. Kom op. Wifflewind. Nee, 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 nee. Nee. Oh, lord. Nee. Nee, nee. Get owned. Oké, ze gaan er nu... Oh, nee, air. Air. Oh, kijk, 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 kijk. Boom. Dat is heel erg fijn. Oh, ze komen hier ook nog allemaal doorheen. Oh my god. Oh my god. Oh my god, nee, 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 nee. Ga er niet door. Ga mij maar hitten, ja. Ga mij maar hitten. Oké, jullie zijn de enigste nog. Dus blijf maar even hier staan. Ik heb eigenlijk wat damage, maar dan gaan jullie wel dood. Oké, mooi zo. Oh my god, jongens. Dit is niet makkelijk. Dit is echt niet makkelijk. 1, 2, 3. En dan leg ik er hier weer een paar neer. Dus 1. 1, 2. Oh shit, ik heb niet nog genoeg. Oh my god, dit is moeilijk. Oké, hier liggen potions, denk ik. Yes, 1 healing potion. 2 eigenlijk, maar ik pak er 1. Dat wil ik zeggen. Dan leggen we hier er eentje. Oh shit, ik kan geen storm meer gebruiken. Oké, nu wel. Nice. Ik leg hier een storm neer. En dan ga ik hier zo lang mogelijk blijven tot ik eigenlijk niet meer kan. Tot ze allemaal dood zijn. Zoals nu. En dan ren ik snel naar de andere kant. Dan heb ik weer full health. Geen mana, though. Maar dat maakt niet uit. Oké, coin pakken. Chill. Oké, hier zijn er ook niet zoveel. Hier zijn ze ook allemaal dood. 2 zijn er door. Dat is iets minder chill. Dus die pakken we even. Die wordt gesloten. Kut voor je. Hashtag hard life. En de andere kant is er ook een coin gedropt. Dus daar ga ik even snel naartoe. Die ga ik even snel pakken. Oh, en daarachter is mij nu een health pot gedropt. Dat is ook wel heel fijn. Hoppakee, dan hebben we die. En hier zijn er ook heel veel, dus ik plaats hier... Kijk, zie ze dan allemaal struggelen, jongen. Oh, leuk om te zien. Hoppakee. En de andere kant ziet er ook goed uit. Oh my god, 2 ogres. Are you kidding me? En dat was waarschijnlijk, de andere kant zijn er ook 2 ogres. I guess so. Ja hoor, 2 ogres.
Dat is sowieso niet fijn. En ze zijn... Wauw. Zag dat dan. Dat was dik OP. Oké, en die zijn ook dood. Oké, heel veel coins. Heel veel coins, jongens. Dat is echt super fijn. Dus ik ga hier overal van die tar dingen neerleggen. Gewoon YOLO. Ik plaats het gewoon overal. I really don't care of het, niet, of het symmetrisch is of niet. Want dit is echt niet makkelijk. Dit is echt niet makkelijk. Oké, air komt eraan. Uit deze. Hoppakee, eentje raak. En twee raak. Nice, air is dood. En er komt nog een keer air uit, aan. Kom op, mikken. 1. 2. Hoppakee, damn snipes though. Kijk, nu gaan ze hier allemaal dood. Want ze kunnen hier echt niet lopen. En anders moeten ze door de minecart system. En dan worden ze ook sowieso gehit. En dan krijgen ze ook sowieso veel damage. Oké, er komt heel veel air aan. Heel veel air. Dat zijn er denk ik 3 weer. Er zijn sowieso altijd 3. Maar dan moeten we voor oppassen. Laten we eerst even hier deze allemaal gaan killen. En dan lopen we nu terug. Want dan gaan ze hier sowieso gehit worden. Dan zijn deze dichterbij is makkelijk te hitten. Health pot pakken. Voilà. 1, 2. Die zijn weer dood. En jij nog recht erachterna. En dan komen hier ook nog 2 air. Oh my god. Kom op. Kom op. Ga niet zoveel verspreiden. Want dan kost het alleen maar meer. Shit. Oké, minimap ziet er goed uit. Kom op. Oh nee, mis ik hem. Kijk, dat bedoel ik nou. Dat is echt erg als ik hem mis. Nee. Oké, hoppakee, die is dood. En pak je snel die coin, want die heb ik echt nodig sowieso. Dat is de laatste wave, though. Dus laat ik even al mijn cash op gaan maken. Hoppakee. Oké, dit gaat nog wel. Dit gaat nog wel. Hier ligt ook nog een coin. Daar heb ik eigenlijk niet meer zo super veel aan. Behalve dat jij nu erdoor gaat. Oké, jij bent dood. En jij gaat over de tar. Dat gaat je niet lukken. Nice. En ik ga sowieso jou even ownen. En dan deze hier in het hoekje nog. Hoppakee. Jij bent ook dood. En dan de laatste. En die is nu ook dood. Yeah. Oké, dat was niet makkelijk. We hebben ook 4 skulls. Helaas geen 5 skulls. Ja. Ik weet dat ik die heb geunlocked. We hebben een ceiling trap geunlocked. Wauw, man. Dit was echt niet makkelijk. Dat kan ik wel zeggen. Even kijken. Ik heb 13 skulls. En jullie zeiden dat ik die bone amulet moest kopen. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Waar is die bone amulet? Of staat die hier? Of is het een wapen? Oh, hier. Bones of dead orcs explode. Nou, jullie zeiden dat deze vet sterk was. Dus ik ga hem maar kopen. Ik weet niet wat het doet. Maar dat zullen we dan wel zien in de volgende aflevering. Dus jongens, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze Orcs Must Die aflevering. Als je het leuk vond, vergeet dan niet op dat groene duimpje te klikken. En ik check jullie gewoon de volgende aflevering van Orcs Must Die 2. Bedankt voor het kijken. En ik zeg peace.